De overgang van plantage-economie naar wat wij anno 2023 hebben, kost tijd, zei minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij woensdag aan journalisten. De bewindsman merkt op dat het heel veel vergt om vooral in deze tijd de agrarische ontwikkeling op gang te brengen. Je hebt met mensen te maken. En nu is het zo dat wij, en u zult vorig jaar zeker gevolgd hebben, dat wij in DNA een wet hebben goedgekeurd op productschappen. Dat houdt in dat wij per subsector, per gewas of per product zo'n hele waardeketen gaan organiseren. Wanneer men nu rijst bijvoorbeeld als voorbeeld, en als er zo'n productschap komt, waarin nu gewerkt wordt, serieus, met alle stakeholders erbij, dan zijn binnen zo'n productschap de boeren vertegenwoordigd, de opkopers, verwerkers, exporteurs, bank erbij, een onderzoek en voorlichting, dus een Adron bijvoorbeeld. Alle, ik denk dat het minimaal 7 leden moet bestaan volgens de wet. Sorry. Nee. Er is een voorloper nu daarop. De president heeft vorig jaar, bijna een jaar geleden, een platformreis geïnstalleerd. De installatie van de commissie was volgens de minister op de productschappen van voor rijst. Seudin stelt dat vooral de landbouwsector zichzelf moet ontwikkelen en de overheid er alleen ter ondersteuning is. De bedoeling is dat de overheid bij wijze van spreken lastiggevallen wordt voor mest of andere kleine zaken. Maar voor de input zorg te dragen. Waar nodig assisteren wij. We hebben vorig jaar het fonds NOVA ingesteld en dat loopt niet perfect. We hebben nu daar een fonds van 100 miljoen. Het gaat verder opgetopt worden. Het is ook ter ondersteuning van de private sector. En je ziet daar ook rijstboeren gebruik van maken, maar ook vissers, veeboeren, groenteboeren, die maken er ook gebruik van. Dus dat is de bedoeling, om uiteindelijk de sector dusdanig georganiseerd te hebben, dat het zichzelf kan bedruipen. Seudin zegt dat in geval iets onderzocht moet worden en de overheid dat nog niet kan doen, er contact gemaakt mag worden met collega-organisaties in het buitenland. Immers is het uiteindelijk doel om de sector te laten groeien, besluit Seudin.